Het kabinet heeft het vaste voornemen om Lelystad Airport te openen. En dat betekent een groei van het vliegverkeer in Nederland. En ik vraag mij werkelijk af, hoe kunnen wij aan burgers vragen om een elektrische auto te kopen? Hoe kunnen we aan mensen vragen om hun huis te verduurzamen? En tegelijkertijd zeggen, oh ja, by the way, we openen nog een extra vliegveld, zodat er meer vliegtuigen bij komen. En ik denk dat voor het draagvlak van klimaatverandering en de aanpak daarvan, ik denk dat het ook voor terugdringen van de CO2-uitstoot belangrijk is dat we geen groei van het vliegverkeer in Nederland hebben en dat Lelystad Airport daarom niet geopend moet worden en dat het kabinet terug moet komen van die plannen. Niet geopend, zegt u. Je moet het niet openen, nee. En dat het kabinet die plannen van tafel moet halen. Ja, reactie? Nou, de luchtvaart in Nederland, maar ook in Europa en in de wereld, groeit. Al was het alleen maar omdat Nederlandse bevolking ook groeit. Er komen vluchten bij. Niet zoveel als heel veel luchtvaartmaatschappijen zou willen. Dit kabinet voert ook bijvoorbeeld een vliegbelasting in. Die wil GroenLinks weer veel hoger, maar we voeren hem in. Maar het verspreiden van de luchtvaart, bijvoorbeeld de vakantievluchten naar Lelystad, is een oud voorstel wat die provincies oorspronkelijk ook wilden, waar voor mij de grens ligt, is dat het voor de mensen wel draaglijk moet zijn, het geluid, de routes van de vluchten, en daar moet nog heel veel gebeuren. Maar weet u, GroenLinks, altijd vanaf de zijkant, zet Lelystad op slot. Schiphol mag niet uitbreiden. Wat ik net zeg, er moet een CO2-heffing komen die ver boven de winsten van bedrijven is. Er moet een belasting komen op verpakkingen. Er moet een belasting komen op je huis, een extra OZB. Meneer Buma, hoe gaan we dat nou aan GroenLinks is dus niet het GroenLinks waar ik in zie dat we daar de komende maanden mee gaan praten en ergens uitkomen. Ik heb met u gepraat, wekenlang. En weet u nog wat u zelf deed? Weet u, meneer Buma, als nou? We kijken naar... Als we kijken naar... En daar gaat u aan voorbij. De groei van Schiphol is niet nodig. U zegt, er is een groei van het vliegverkeer. Weet u, op Schiphol is 35% van de vluchten... heeft een afstand korter dan 750 kilometer. In plaats van te investeren in het openen van Lelystad... zou je kunnen zeggen, we moeten investeren in betere treinverbindingen... die 750 kilometer kunnen overbruggen. Dan heb je 35% meer ruimte. We zien dat er 60 vluchten per dag naar Londen zijn. Kijk, het cruciale van Schiphol is, het heeft een strategische functie voor Nederland. Het is een hub. Je moet verbindingen naar de wereld hebben. Dat wordt niet beter door nog meer op een dag te kunnen vliegen, bijvoorbeeld naar Londen of al die korte vluchten. En dat is wat ik zeg. We moeten Schiphol strategisch beschouwen. Daarvoor is niet meer groei nodig. En ik blijf bij mijn punt. Gaat u nou werkelijk tegen mensen vertellen in Nederland, u moet een elektrische auto kopen en u een warmtepomp en we gaan gewoon het vliegverkeer laten groeien. Ja, dat is een slecht verhaal, dat is niet goed voor draagvlak. En u kunt nu zeggen, ik doe het niet, maar dat zei u over de dividendbelasting... Nu, dat zei u over de CO2-heffing, dat zei u over de energiebelasting... en de volgende daar waar u op gaat draaien is vliegveld Lelystad. Mark my words. Het grote